Wat? Ja, zijn jullie nog een beetje enthousiast? Goed zo. Nou, gelukkig maar. We hebben nog twee hele mooie sessies te gaan. Eigenlijk wat meer, want we hebben nog wat toffe dingen tussendoor. Maar zeker excited over deze sessie, want we gaan praten over genezing. Woo! En de ene is daar enthousiaster over dan de ander, maar ik hoop eigenlijk je aan de ene kant ook weer nog enthousiaster te maken over dit onderwerp. Kijk, aan de ene kant denk je natuurlijk van hoe kun je enthousiast zijn over een genezing, want dat betekent dat de genezing nodig is. Maar laten we eerlijk zijn, er is nou eenmaal veel pijn, veel ziekte in de wereld. Dus weet je, genezing is nodig. Genezing van God is nodig. En ik ben zelf heel enthousiast over dit onderwerp om een aantal redenen. Want genezingen en eigenlijk ook de wonderen. Weet je dat als je iemand bidt, dat iemand genezen wordt. Dat laat zoveel zien van hoe groot God is. Hoe goed hij is. Hoe liefdevol hij is. Hoe hij wilt zorgen voor zijn kinderen. En daarom is het zo tof om daar, denk ik, ook vandaag bij stil te staan. Hoe tof het is dat wij kunnen bidden voor mensen. En dat we zien dat God door ons heen werkt, dat ze genezen worden, dan bevrijd worden van een pijn, van een ziekte of iets waar ze doorheen gaan, waar ze dan ineens vanaf zijn. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, maar op het moment dat je dan zo'n moment hebt, dan is iemand hartstikke blij. Soms een beetje onwerkelijk van, hè, is dit echt of is het als ik wegloop weer weg, weet je wel, zo. Maar heel vaak dan merk je gewoon dat er een vreugde komt en de weken daarna meestal helemaal, want dan denk je van, oh wacht, het is echt gebeurd, zeg maar. En dan merk je gewoon dat er een bepaalde vreugde staat. En ook als je de Bijbel leest, dan zie je op het moment dat iemand genezen wordt of bevrijd wordt, dan lees je dat er iemand wegloopt en dat er staat, en diegene rende weg door de tempel en loofde en ze prijste voor wat God die dag had gedaan. Dat lees je heel vaak. Dus weet je, het laat zien Gods goedheid. Het laat zien Gods vaderhart. Het laat zien Gods goedheid voor zijn kinderen. En weet je, het zijn eigenlijk hemelse ingrepen van God om voor ons te zorgen, om voor zijn kinderen er te zijn. En eigenlijk zijn het kleine stukjes van het koninkrijk van God die we nu al mogen zien. Want als we al volledig in het koninkrijk van God zouden zijn, zouden we niet eens hoeven bidden voor ziekte, want dan zou iedereen gezond zijn. Maar dat is niet zo. Het koninkrijk van God is nog niet volledig doorgebroken. En daarom is er ziekte, daarom is er pijn, daarom is er verdriet. Daarom gaan mensen door lastige tijden, daarom gaan we soms door dingen heen die we niet begrijpen. Dat komt omdat het koninkrijk van God nog niet helemaal is gekomen, maar dat gaat nog komen. Dank u, Jezus. Wat een weekend trouwens om hierover te spreken, hè? Tweede Paasdag. Maar weet je, het is zo belangrijk dat we daarbij stilstaan. En ik wil ook een paar dingen gewoon benoemen. Ziekte is nooit van God. Ziekte is nooit van God. Er gaan leugens rond dat mensen soms ziek worden door God. Dat het een straf is. Of dat hij je een les wil leren. Nergens in de Bijbel, op een enkeling na, lees je dat God iemand een ziekte geeft. En heel vaak komen mensen bij Job terecht. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat God Job ook weer genas. Hij stierf er niet aan. En Paulus is weer een ander verhaal. Paulus wordt al gehaald een doorn in zijn vlees. Maar daar zijn we ook niet helemaal over uit of het nou ziekte was, of dat het nou de vervolging was, of de strijd die hij had om van plek naar plek te reizen en continu liep hij weer tegen dingen aan en tegen vervolging aan. Die vervolging kan lastiger zijn dan pijn aan je heup, zeg maar. Dus de vraag is, wat was die doorn? Dus dat zijn eigenlijk maar twee voorbeelden die wel eens worden aangehaald. Maar ziekte is nooit van God. En daarom moeten we het zeker niet accepteren. En daarom geloof ik dat Jezus zei, hey, leg de zieken de handen op en ze zullen genezen, want dit is niet van mijn vader, dat is van het andere vervelende mannetje. Jezus zei, verbreek die werken. Ga er vol tegenin. Doe wat je kan om de werken van de vijand te vernietigen. Leg de zieken de handen op en ze zullen genezen. Staat in de Bijbel. Gaan we zo meteen nog teksten van lezen, hoor. Dat verzin ik niet. Maar, en weet je, het was natuurlijk vorige week Goede Vrijdag en we hebben nu Pasen gehad. Geen mooi moment om dit onderwerp te bespreken. Want we hebben een tekst en we hebben hem dit weekend ook al ergens gebruikt. Maar dat is Jesaja 53, vers 4. En daar staat, wij dachten dat hem dat allemaal overkwam omdat hij door God werd gestraft. Maar hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze pijn gedragen. Zo'n mooie duidelijke tekst dat er staat, Jezus is gekomen, hij is voor ons aan het kruis gegaan en hij heeft onze ziekte en pijn weggedragen, weggenomen. Hij heeft de prijs betaald. Dus eigenlijk wat hier staat, wat Jesaja schreef, Jesaja was een profeet, hij ontving een openbaring van God
toen al. En daar staat, Jezus komt en Jezus zal alle ziekte wegnemen. Hij zal alle pijn wegnemen. Hij zal alles wegnemen wat ons eigenlijk doet lijden. En dat is zoiets krachtigs om te realiseren. Dat God dat voor ons heeft gedaan. Dat hij Jezus heeft gegeven, zodat wij gezond zijn. Dat wij vrij mogen zijn. En dat wij niet tegen die ziekte aan hoeven te lopen ons hele leven. En daar mogen we God voor geloven. En weet je, als je wil weten wat de wil van God is, dan kunnen we het beste kijken naar het leven van Jezus. Want hij was mens en hij was volledig God. Nou, heel toevallig, wij zijn mens. Dus wij kunnen heel veel leren van hoe God als mens op aarde was. Dus we gaan lezen in een tekst, Matteüs 9, vers 35. Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde hij het goede nieuws van het koninkrijk. Waar hij ook kwam, genas hij alle ziekten en kwalen. Jezus heeft al onze ziekten en kwalen op zich genomen op het kruis. Niet alleen de hele grote dodelijke ziektes, ook jouw hoofdpijn of een ingegroeide teennagel. Zelfs de kleine dingetjes. De kleine dingetjes. Ook daar is Jezus voor gestorven. Soms denken we van ja, maar weet je, ik ga je niet verbidden voor deze pijn aan mijn knie of aan mijn rug of aan mijn heup. Want weet je, het komt wel weer goed. Weet je wel? Uiteindelijk ben je een jaar later nog steeds last. En dan denken we van, als iemand ernstig ziek is, ja, dan gaan we misschien bidden voor. Maar wat nou als we gaan bidden voor ook die kleine dingen? Want op het moment dat we dan bij die grotere dingen komen, dan weten we, hey, God wil dit en doet dit. Want ik heb het zo vaak gezien bij mijn heup, bij mijn rug, bij mijn ingegroeide teennagel. Dat is een voorbeeld waar ik heb nu geen ingegroeide teennagel. Even voor de duidelijkheid. Maar weet je, het is zo belangrijk dat we bidden voor alle dingen die we tegenkomen. En Jezus zei het ook gewoon heel vaak, gewoon bid en je zal het ontvangen. Hij zei niet, bid alleen voor de grote dingen en voor de hele dodelijke ziekte, maar bid ook voor alles. Bid en je zal het ontvangen. En het mooie inderdaad, dat wil ik ook nog zeggen, er staat alle ziekte en kwalen genas hij. Het staat gewoon zo duidelijk. Nog een tekst, Matteüs 8, vers 2 en 3. Er kwam een man naar Jezus toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen en hij zei, Heer, als u het wilt, kunt u mij gezond maken. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, wees weer gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. En ik vind dit een hele mooie tekst, want die man komt bij Jezus, hij gaat op zijn knieën en je moet je voorstellen dat hij heel wanhopig is en hij zegt, Jezus, als u het wil, wilt u me dan alsjeblieft genezen? En Jezus heeft volgens mij een beetje zo gestaan van, gast, tuurlijk wil ik dat. We hebben een goede vader, we hebben een goede God, tuurlijk wil ik voor jou zorgen, tuurlijk wil ik jou genezen. En ik vind het heel interessant om te zien, want ga maar de evangelie lezen. Keer op keer weer komen mensen bij Jezus en Jezus zegt altijd, ik wil het. Ik wil het. Mijn vader wil het. En ik doe alleen maar wat mijn vader wil. En hieraan zien we ook weer. Als we de wil van God willen weten, kijken we naar Jezus. En wat zien we? Jezus genas iedereen die bij hem kwam. En die zei, Jezus, wilt u genezen? Jezus, wilt u een wonder doen? Jezus zei, ik wil het. Het is soms ook leuk om te kijken wat er niet staat. Jezus zei niet tegen de man die me laatst was, oké. Je hebt nog af te rekenen met een ruzie. Je hebt nog een verslaving. Je hebt nog openstaande schulden. Je hebt op dit moment een zootje gemaakt van je baan. En je familie is een rotzooi. Je leven is een rotzooi. Ga maar naar huis. Kom volgende week maar terug. Zei hij niet. Jezus zei ook niet. Je hebt je leven nog niet op orde. Ik ga het even met de vader overleggen. Boven op de berg. Kom volgend jaar maar terug. Misschien heb ik dan een antwoord. Zei hij ook niet. Hij zei niet, ik ga met God de Vader overleggen. God de Vader, wij zijn nog in gesprek over of God je wil genezen. Nee, staat er ook niet. Er staat, nee, ik wil het. En nogmaals, Jezus deed niets zonder dat hij het zijn vader zag doen. Dus als Jezus zei, ik wil het, zei de Vader ook, yes, do it. Do it, do it, do it. Soms zie ik dat een beetje voor me zo. Dat de hemel, gewoon weet je wel, als wij denken, gewoon van, zal ik nu voor dezegene bidden?
Dan zie ik soms letterlijk voor me dat er allemaal engelen om ons heen staan. Die zeggen, doe het, doe het. Weet je wel, en dat ze je eigenlijk aanmoedigen van, kom aan, doe het. En dan komen de hemelse ingrepen. Nog eentje. Markus 16, vers 17. Als het goed is, komt ook alles op de beamer. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geest schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. En het gaat vooral even om dit laatste zinnetje, de eerste en de laatste zin. Er staat, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Eerste zin, er staat, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Er staat niet, deze dingen zullen de pastors volgen. Deze dingen zullen alleen de connectleiders volgen. Deze dingen zullen alleen de apostelen volgen uit die tijd. Deze dingen zullen alleen de mensen volgen die nu bij Jezus hebben gewandeld en hebben geleefd. Nee, nope, staat er niet. Er staat, alle gelovigen zullen deze dingen volgen. Denk nooit bij jezelf dat je niet goed genoeg bent om iemand de handen op te leggen en te bidden voor genezing. Je bent wel goed genoeg, want je bent een kind van God. De Heilige Geest woont in jou, God woont in jou en daarom is het mogelijk. Laat je nooit weer houden dat je denkt van, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb het nog nooit gezien. Waarom gebeuren die dingen nog niet? Juist daarom beginnen mee. Want dan gaan ze komen. Dan gaan die wonderen komen. Dan gaan de genezingen volgen. Hey, en ik wil je 5 sleutels geven. Oh man. 5 sleutels wil ik je geven om te bidden voor genezing. En ik hoop dat je meeschrijft, want dit zijn eigenlijk mijn 5 lessons learned van de afgelopen jaren. Maar zeker wel het afgelopen jaar, waar ik zelf heel veel heb geleerd op dit gebied. Oké, de eerste. Ben je er klaar voor? Zijn jullie nog wakker? Anders verander ik nog van onderwerp. Ga praten over tiende of over geven. Iedereen enthousiast natuurlijk. Oké, sleutel 1. Heb verwachting en geloof. Geloof dat God het wil doen en kan doen. We zien elke keer, Jezus zei heel vaak tegen iemand die ziek was, uw geloof heeft je genezen. Uw geloof heeft je behouden. Bij heel veel genezingen zei hij dat, om te laten zien, het was niet jouw geestelijke opordeheid waardoor je genezen bent. Het was niet jouw goedheid die jou heeft genezen. Het was niet jouw kwaliteit of jouw mooie zijnde als persoon. Nee, het was jouw geloof dat jou genezen heeft. Oftewel, geloof is het enige wat wij nodig hebben om die dingen te zien gebeuren. En dat nog niet eens. Want er zijn ook voorbeelden in de Bijbel dat niemand geloof had, maar toch deed God het. En dat is dan weer zo'n ingreep van God dat hij zegt, ik ben goed en ik ga jullie zegenen. Maar in het algemeen is geloof het enige wat we nodig hebben om te bidden voor iemand. En daarom zei Jezus zo vaak, je geloof heeft je behouden. Hoe bouw je geloof? Heel kort, lees veel Gods woord, want dat is de waarheid. En wat we vaak ook doen, is dat we kijken naar wat we zien. Dat we onze standaard zetten naar wat we zien. Dus we zien misschien, je ziet misschien nu niet heel veel genezingen door je eigen leven heen. Je ziet misschien niet elke dag de kracht van God door je heen werken. Maar als je de Bijbel gaat lezen, lees je iets anders. En wat hebben we stiekem soms gedaan? We leven naar wat we nu zien. Terwijl we echt mogen staan op wat we lezen in de Bijbel. En dat is een God die geneest. Dat is een God die bevrijdt. Dat is een God die wonderen doet. Sta op dat. Sta op dat. Sta erop dat God je wil gebruiken. Sta erop dat God door je heen wilt werken. Geef niet op als het de eerste keer niet lukt. Oh, daar kom ik zo nog op terug. Oh ja, tweede. Lees veel getuigenissen. Dat is trouwens de tweede tip over hoe je geloof te bouwen. Lees veel getuigenissen. Want door de getuigenissen weet je van, hey, God heeft dit al gedaan bij iemand. En daardoor weet je, daardoor gaat hij het nog een keer doen. Dat wil hij nog een keer doen. En in de Bijbel staat ook, in Openbaringen, tekst ben ik even kwijt, er staat ook, getuigen is profeteren. Getuigen is profeteren. En profeteren, Jozef heeft een paar weken geleden uitgelegd in een preek, heel mooi. Getuigen is bemoedigen. Getuigen is uitspreken dat God het opnieuw wil doen. Dus elke keer als wij een getuigenis delen, zet dat nieuwe kracht van God vrij, dat het weer gaat gebeuren.
En daarom zijn we altijd van, hey, getuigenissen, people stories, jongens, deel wat God doet in je hart. Deel wat God doet in je lichaam. Deel wat God doet naar een connect. Deel, deel, deel. Want het is zo belangrijk voor iemand anders die hetzelfde wonder nodig heeft als wat jij hebt ontvangen. Het is zo belangrijk om je getuigenissen te delen. Tweede sleutel. Spreek tot de ziekte. Spreek tot het probleem. Jezus zei heel vaak, hey, spreek tot die berg dat hij in het water zal vallen en hij zal in het water vallen. Spreek tot die vijgenboom dat de bladeren er afvallen en ze zullen er afvallen. Keer op keer leerde hij zijn discipelen, toen hij met ze optrok, om te spreken tot het probleem. Om te spreken tot de situatie. En weet je wat mij is opgevallen? Moet je maar eens goed over nadenken. Heel vaak, als wij een probleem hebben, een situatie, een ziekte, een pijn hebben, gaan we bidden. Oh, lieve Vader in de hemel, wilt u alstublieft dit wegnemen? Maar als je heel eerlijk kijkt, theologisch gezien klopt het niet. Want Jezus zei, spreek tot het probleem, tot die berg. Spreek tot dat probleem. Spreek tot die pijn, spreek tot die ziekte, spreek tot die situatie, dat de doorbraak mag komen, dat de kracht van God mag komen, dat er verschil zal komen in de situatie. Heel vaak bidden we voor een situatie, maar weet je, er is een verschil tussen bidden voor een situatie en spreken tegen een situatie. We bidden als we de wil van God niet weten. We bidden als we relatie met God aan het bouwen zijn, om dichter naar hem toe te komen, om zijn plan voor ons te weten, om dichter naar zijn vaderhart toe te kruipen, om te weten hoe hij is. Maar we gaan spreken tot problemen als we de wil van God al weten. En met ziekte, en trouwens met de meeste dingen, weten we al de wil van God. We weten al dat God voor ons is. We weten al dat God ons wil zien slagen. We weten al dat ziekte niet van God is. Dus we weten, we mogen die dingen wegsturen in de naam van Jezus die alles heeft gedragen. Jesaja 53. We mogen al die dingen wegsturen in de naam van Jezus. God heeft ons die autoriteit gegeven, net zoals zijn discipelen. Hij zei, ik stuur jullie de wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen. Leg zieken de handen op. Stuur de duisternis weg. Doop ze. Het is zo belangrijk dat we leren spreken. Als we gaan bidden, vanaf nu, gaan we niet meer, lieve papa in de hemel, lieve vader, wilt u alstublieft de pijn van mijn lieve connectlid wegnemen? We zeggen tegen de pijn, tegen de ziekte, zeggen we weg. In de naam van Jezus, want de prijs is betaald. Zullen we dat doen vanaf nu? Heel goed, ik ga weer naar huis. Mission accomplished. Dat is een hele belangrijke. We hebben al de autoriteit gekregen. En let op, God gaat het doen. God gaat jouw stem gebruiken. God gaat jouw woorden gebruiken. Oké, de derde sleutel is, geef niet op. Geef niet op. Want in de meeste gevallen is genezing een proces. Daar wil ik even heel goed bij neerkomen. Want het lijkt er soms op dat alle genezingen een wonder zijn. En een wonder is dat het in één keer gebeurt. Maar de meeste genezingen zijn geleidelijk. Stap voor stap. Klein beetje bij klein beetje dat iemand gezond wordt, dat iemand beter wordt, dat je zelf een wonder ontvangt, dat je zelf jouw gezondheid beter ontvangt. Een wonder gebeurt in één keer. Er wordt gebeden en boem, iemand is gezond. Iemand is ineens weer, kan weer lopen, kan weer staan, heeft geen pijn meer. Dat is een wonder. Maar de meeste getuigenissen van genezingen zijn stap voor stap procesgewijs. En zeker, ik heb er geen tijd om uitgebreid op in te gaan nu, maar met avondmaal zien we de meeste getuigenissen die zijn door elke dag weer opnieuw avondmaal te nemen en dan stil te staan bij wat Jezus heeft gedaan. Avondmaal is een hele belangrijke sleutel om zelfgenezing te ontvangen, maar ook andere mensen te bemoedigen. Hey, doe avondmaal, want Jezus heeft de prijs betaald. Als jij stilstaat bij zijn lichaam, bij zijn bloed, dan draait dat, heb ik van Joseph Prins geleerd, de hele goeie. Hij heeft gezegd, hey, als jij avondmaal neemt, dat is ook een hap, weet je, de hele mensheid viel in zondeval door een hap van de appel, dan moet ook een stukje brood die vloek kunnen omdraaien van de zondeval. En dat is een hele scherpe, vond ik. Allebei is het ontstaan door te eten. Dus we eten onszelf naar gezondheid als we avondmaal doen. Dat we stilstaan bij wie God is, bij wie Jezus is en dat de prijs is gedragen. Het vierde wat ik je wil meegeven, en daar heb ik ook een Bijbeltekst voor. 1 Korinthe 13 vers 2. En deze vierde sleutel is eigenlijk, zorg vooral dat iemand zich geliefd voelt. Zorg ervoor dat iemand zich vooral geliefd voelt. En dat eigenlijk baseren we dat op deze tekst. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kennen,
alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verzetten. Maar als ik dat zonder de liefde deed van God, stelde ik niets voor. Paulus zegt hier, ik kan alle gaven van de Heilige Geest inwandelen. Ik kan elke dag heel veel genezingen zien. Ik kan elke dag profiteren over mensen en levens. Ik kan Gods stem heel goed verstaan, zei Paulus. Maar als ik het zou doen zonder liefde, zou het allemaal niks voorstellen. Want uiteindelijk is het de liefde die wij doorgeven aan mensen, waardoor ze iets van de goedheid van God gaan zien. Uiteindelijk is het onze liefde als we tegen iemand zeggen, hey, mag ik voor je bidden? Mag ik je de handen opleggen? Ik geloof dat God je wilt genezen. Dat ze niet denken van, wow, geforceerd, weet je wel. Oh, vervelend dat dit zo ineens moet of zo, weet je wel. Dat ze zich helemaal gedwongen voelen. Maar dat het altijd gaat, het spijt me dat het zo nare tijd voor je is. Ik geloof in God van wonderen. Ik geloof in God dat God kan genezen. Zou ik misschien voor je mogen bidden? Want God is goed en hij houdt van jou. Zorg ervoor dat mensen zich altijd geliefd voelen. En ook al is het wonder er niet, ook al zie je niet direct een verschil, ook al zie je niet direct genezing, dan alsnog is gehoorzaamheid aan Jezus belangrijker dan succes. En dat is een hele belangrijke, als je aan het uitstappen bent in bidden voor genezing, bidden voor mensen met pijn, met ziekte, dan is dit belangrijk om te onthouden. Gehoorzaamheid is belangrijker dan succes. Jezus zei, leg de zieke de handen op. Punt. De rest is aan hem. We leggen het in zijn handen. Als we voor iemand hebben gebeden, geloof dat er iets in werking is gezet. Geloof dat God aan de gang is gegaan. Of bid nog een keer, nog beter. Maar word nooit geforceerd. Want uiteindelijk gaat het om de liefde. Dat mensen zich geliefd voelen door God. En de vijfde, en dat is mijn laatste sleutel. Vraag de Heilige Geest je te leiden. En voor de gave van de Heilige Geest. En elke dag van je leven kan je dit doen. Vraag God elke dag, Heer, Heilige Geest, wilt u me vandaag leiden? Wilt u me brengen bij mensen die gebed nodig hebben? Wilt u me iemand op mijn pad brengen die u zo hard nodig heeft? Wilt u me bij iemand brengen die op dit moment een hele makkelijke tijd gaat door pijn in zijn lijf of door ziekte? En mag ik dan voor diegene bidden? En wilt u dan mijn handen gebruiken? Wilt u dan mijn tong gebruiken? Met mijn tong bedoel ik dat je spreekt. Wilt u me woorden gebruiken? Wilt u mijn autoriteit gebruiken? Elke dag mogen we zo leven. Elke dag zijn we geroepen om zo te leven. Want, ik weet hoe jullie het zien, maar deze wereld is heel hard in nood. Er zijn zoveel mensen met noden. Er zijn zoveel mensen die gaan door pijnlijke situaties, door heel veel verdriet, door ziekte. En de ziekte is van een vijand. En die probeert te roven, vreugde te roven, dagen te roven. Te irriteren met afleidende ziektes en afleidende frustraties in ons lijf. Dat is niet van God. Dat is niet van God. En Jezus zei, hey, jullie mijn discipelen en wij zijn nu die discipelen. Ga de wereld in, leg de zieken de handen op, ze zullen genezen. En daarmee breken we het koninkrijk van de duivel af en we bouwen het koninkrijk van God op. En dat is waar Jezus ons door riep. Om het koninkrijk te bouwen, om het koninkrijk van de Vader te bouwen, om goed te doen. Om voor mensen te zorgen die door pijn gaan. Om voor mensen te zorgen die veel verdriet hebben. God wil ons op die manier gebruiken. En inderdaad, je mag ook bidden dat de Heilige Geest door je heen werkt op die manier. Want een van de gaven van de Heilige Geest is genezing. En je mag daarvoor vragen. Heer, wilt u mijn handen gebruiken als ik voor mensen bid? Wilt u daar doorheen werken? En daar gaan we zo meteen ook voor bidden. We gaan sowieso nu bidden voor een aantal dingen. We gaan bidden voor lichamelijke gezondheid. We gaan bidden voor mentale genezing. Ik moest er toevallig gisteren aan denken. Jezus had met de kruisiging natuurlijk een doornenkrans op zijn hoofd. En dat was allemaal geen toeval. De reden dat hij die doornenkrans op had, was ook om zijn hoofd eigenlijk te martelen, pijn te laten hebben. Voor onze geestelijke gezondheid, voor onze mentale gezondheid. Onze strijd in onze hoofd, onze zorgen, onze angsten, onze depressie, onze eenzaamheid, alle battles die hier plaatsvinden, en dat zijn er veel. Jezus ging daarvoor aan het kruis. Jezus zei, ook dat heb ik gedragen. Dus ook daarvoor gaan we zo bidden. En we gaan bidden dat de Heilige Geest door ons gaat heen werken, ook om te bidden voor mensen, om te bidden voor de zieken. Ben mag iets harder spelen, iets meer keys mag voor mij, iets meer vulling. En dan gaan we
gaan we bidden. En ik wil gewoon vragen of iedereen even te gaan staan. Gewoon zodat we een actieve houding hebben naar God toe om te ontvangen. En ik wil je gewoon vragen om je gedachten echt op God te zetten. Om je naar hem uit te strekken. Om van hem te ontvangen. En om geen afleiding om je heen te hebben. Want ik geloof dat God hier is. Ik geloof dat hij spreekt. Dat hij dingen wil doen. En ik heb ook in de voorbereiding gebeden voor of er specifieke dingen zijn die God vanavond wilde aanraken. En als we dat vragen, dan komt God heel vaak. Dus ik heb ook een paar gedachtes waarvan ik denk van, nou, dat kan niet zijn wat God vanavond mensen van wilt vrijzetten of van wilt genezen. We gaan lekker bidden met elkaar. En daarna gaan we zo meteen een nummer doen. Maar we gaan vooral even een moment nemen om stil te zijn en om God te vragen. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u uw Zoon Jezus heeft gegeven, Vader. Dat wij al onze ziekten aan u mogen geven. De pijn in ons lijf, de strijd in onze emoties, de strijd in onze gedachten. Jezus, dank u wel dat u alles heeft gedragen op Golgotha. En dan notabene mogen we dat dit weekend vieren, Jezus. Alles wat u voor ons gedaan heeft. Al het lijden wat u deed voor ons. U deed het zodat wij vrij mogen zijn. Vrij van ziekte, vrij van pijn, vrij van verslavingen, vrij van dingen waardoor we lijden. En op dit moment, Heer, willen we in uw aanwezigheid stappen. En ik vraag u om te komen met uw prachtige aanwezigheid, uw liefdevolle aanwezigheid. Heilige Geest, ik nodig u uit om lichamen aan te raken, om onze gedachten aan te raken. Heilige Geest, ik nodig u uit om aan de slag te gaan op dit moment, in onze harten, in onze levens. En ik wil iedereen bemoedigen om je echt open te stellen voor God. Het is heel makkelijk om nu afgeleid te zijn door iemand om je omgeving. Maar ik wil je bemoedigen om echt op hem te richten, want hij is hier. God is overal tegelijkertijd. De Heilige Geest is aan het werk. Dank u wel, Heer. Ik wil je vragen, Heer, om pijn weg te nemen. Pijn in onze lijven. Op plekken waar we misschien al heel last van hebben. Ik moest vanmiddag denken aan sportblessures. Iemand die al heel lang pijn heeft aan een oude blessure. Of misschien wel een blessure die al een hele tijd aanhoudt door sporten. Heer, genees het in Jezus' naam. Ik moest denken aan een schouder die al een hele tijd pijn doet. Schouderherstel in de naam van Jezus. Tanden en gebits en kaakproblemen. Genees in de naam van Jezus. Darm- en maagproblemen. In Jezus' naam wordt gezond. Ik moest denken aan iemand met een hielspoor. Je hebt problemen met lopen. Hielspoor, wijk in de naam van Koning Jezus. Ik bid voor mentale genezing op dit moment, voor angst. Ik bid angst, wijk in de naam van Jezus. We bidden tot depressie. We spreken tot depressie. Depressie, je hebt geen recht meer om aan ons te zitten. Je hebt geen recht meer om onze vreugde te roven. Ik bid voor iedereen hier die te maken heeft gehad of nu te maken heeft met depressieve gedachten. Gewijk in de naam van Jezus. Ik bid voor zorgen dat die moeten wijken. Ik bid voor rusteloze nachten, dat het moet wijken in Jezus' naam. Ik bid voor slapeloosheid, wijken in Jezus' naam. Ik bid dat iedereen hier gezondheid mag ontvangen. Ik spreek uit gezondheid over onze lichaam, kracht over onze lichamen. En Heer, wilt u ook iets doen in ons opnieuw? Dat we vol van u mogen zijn. En dat we waar we ook komen, dat we niet voor onszelf mogen leven, maar dat we uw leven, uw goedheid, uw kracht mogen uitdelen aan de mensen die pijn hebben, aan de mensen die ziek zijn, aan de mensen die gebroken zijn. Heilige Geest, wilt u de gaven van genezing uitdelen aan de mensen die op die manier gebruikt willen worden? Heer, raak ons aan. Vul ons met meer van u, zodat we uw liefde bekend mogen maken in deze stad, in deze wereld. Heer Jezus, kom. Kom door meer door ons heen dan we nu kunnen voorstellen. U bent goed. U doet goed. U bent onze redder, onze genezer, onze leider. Dank u wel, Jezus. Ik bid op dit moment tegen elke angst. Tegen elke angst voor de dood. Tegen elke angst voor de dag van morgen. Tegen elke angst voor de toekomst. Wijk in de naam van Jezus. Ik spreek tegen elke zenuwpijn. Elke chronische klachten. Ik spreek tegen ogen en oren. Word gezond in Jezus' naam. Dank u wel, Jezus. U bent onze redder. U bent onze genezer. U bent onze leider. Doe iets nieuws in ons. Gebruik ons, Heilige Geest, als we voor mensen bidden, dat we zieken zullen zien wijken. Heer Jezus, u zei, leg de zieken de handen op, ze zullen genezen. We strekken ons daarna uit, Heer. Gebruik ons, keer op keer. Gebruik ons keer op keer, yes, Ben. Gebruik ons keer op keer. Dank u wel, Jezus, voor wat u doet, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u doet.